Dag duifjes, welkom bij Marijke's Brandend Vragenvuur, de vragenrubriek voor jongeren. Dit keer gaan we het hebben over de liefde. Het einde van de zomer nadert en dus ook veel zomerliefdes. Van Kelly heb ik de volgende vraag gekregen. Lieve vredesduivenkoningin, ik was zo enorm verliefd op mijn vriendje Tim, maar hij heeft het uitgemaakt. Mijn hart ligt in 1000 stukjes. Wat moet ik doen? Kelly, een gebroken hart doet heel erg pijn. Helaas moet je toch door die pijn heen. Ik zou het heel erg vinden als Harry me zou verlaten. Het helpt als je weet wat je te wachten staat. Liefdesverdriet bestaat namelijk uit 5 fases. Allereerst heb je de ontkenningsfase. Je wil nog niet erkennen dat de liefde over is. Wanneer je beseft dat de liefde echt voorbij is, dan gaan de sluizen open. Dit is fase 2. Tranen, tissues, comfortfood, kortom, verdriet. Al snel maken de tranen plaats voor woede. Je wens je ex de meest vreselijke dingen en pijnen toe. Dit is fase 3. Hoe durf jij mijn hart te breken? Jij lelijk monster. Ik ben veel te mooi voor jou. Hier, een naald in je hart. Hier tussen je benen. Ik ben goed, ik ben mooi. Dat krijg jij nooit meer. Vervolgens komt de onderhandelingsfase. Je denkt dat de relatie nog een kans van slagen heeft als je jezelf zou veranderen of zou aanpassen. Neem het terug, ik zal alles voor je doen. Ik zal er nog jonger uitzien, nog meer botox. Vaak beland je nog een paar keer in fase 3. Woede. Maar hou vol, Kelly, want tenslotte is daar de 5e fase, acceptatie. Het is even door een hele zure appel bijten. Maar dan is er plots een dag dat je realiseert dat je al een hele tijd niet aan je ex gedacht hebt. Kijk uit naar die perfecte jongen die op deze aardbol ergens rondloopt en die jij nog zult gaan ontmoeten. Dit was hem weer. Ook een brandende vraag? Stel hem hier. Roekoe, roekoe, tot snel.